Vier dagen lang Bourgondisch genieten. En bijblijven over de Vierdaagse in de Vierdaagse Zomerkeuken. Wie zijn de gasten van vandaag? Teddy Vrijmoed van de Nijmeegse Vierdaagse Feesten. Handeline Oosting van het Regionaal Bureau voor Toerisme. En burgemeester Elisabeth Tuinman van de gemeente Overbetuwe. Door haar gemeente loopt vandaag de Vierdaagse. Welkom mevrouw Tuinman, burgemeester van de gemeente Overbetuwe. Waar de stoet van lopers dinsdags altijd langskomen. Doorheen komen, niet langs, ja, absoluut, goede correctie. Wat is voor u, want u vertelde net, toen ik hier voor het eerst kwam en voor het eerst die Vierdaagse zag, meemaakte, wat gebeurde er toen met u? Je weet van de Vierdaagse, maar je weet niet hoe leuk het is. Ja. En als dan inderdaad zo'n 40.000 mensen door een dorpsstraat komen, hè, ze komen eerst dan door Elst en later gaan ze bij Oosthout de dijk op. Er staan een heleboel mensen ook langs de kant, misschien ook wel 40.000. Geen wanklank die valt, alleen maar feestelijkheid. De eerste dag, ze zijn nog heel erg uitgerust natuurlijk. En dan sta je voor 5 uur te zwaaien. Ja, ja, erg leuk. Ja. En wat doet dat met u als u dat ziet? Feest, het is één groot feest. Ja. Het is feest voor de lopers, maar ook feest voor de kijkers. En we verheugen ons er altijd op. Dus je hebt best wat voorbereidingen ervoor, maar zo langzamerhand loopt het natuurlijk ook goed na al die jaren. En het is één groot feest. Ja. En wat doet gemeente Overbetuwe? Wat doen zij allemaal? U zei net voorbereidingen. Waar zijn ze allemaal mee bezig? Wat bereiden ze voor? De avond tevoren hebben wij een concert voor de bevolking. Dan hebben we het podium, daar staan we dan de dag erop op met onze gasten. En dat zijn de militaire delegaties die hier staan. Maar wij nodigen ook mensen uit. Ieder jaar weer een andere groep. Eén jaar sport, andere verenigingen. De senioren uit onze gemeente. En dat vinden ze ook erg leuk. Komen graag. Hebben een vierdaagse ontbijt. Gewoon een gezellig broodje. Ja. En een glas sinaasappelsap. Maar het is de genoegelijkheid. En de colleges uit de andere doorkomstgemeenten, die worden ook altijd uitgenodigd. Zoals wij dan de dag erop en de dagen daarop ook weer naar de andere gaan. Ja. Ja. En voor de lopers, want die komen dan op een gegeven moment door de gemeente heen. Ja. Wat zien zij allemaal, wat maken zij allemaal mee? Ze maken eigenlijk ook het feestelijke gevoel mee. Je merkt ook altijd dat mensen komen vaak even bedanken. Hè, alsof je dat allemaal zelf bedenkt. Want mensen die langs de kant staan en ze aanmoedigen, zijn natuurlijk ook erg belangrijk. Versiert het welkom dat ze zijn bij ons in de gemeente. En er is gratis koffie te krijgen. Heel veel mensen uit het gemeentehuis die staan dan in hun gemeente t-shirtjes. Die vinden dat ook prachtig werk. En dan hoop je dat ze weer een stap verder kunnen. Met de aanmoedigingen, ja. Ja, prachtig. Wat is voor u dan het ultieme Vierdaagse gevoel? Dat vind ik een moeilijke vraag. Het ultieme. Ik denk dat je zo'n grootschalige evenement kunt organiseren. Het lijkt allemaal als vanzelf te gaan, maar er komt heel wat werk bij kijken. Maar dat je zo'n groot evenement een aantal dagen kunt organiseren, waar de mensen toch met name plezier hebben. En dat je geen narigheid hebt zoals je dat wel eens bij andere evenementen ervaart. En dat vind ik geweldig iets. Ja, prachtig. Prachtig. Gaat u hem zelf ook lopen of heeft u hem wel eens gelopen? Nee, ik ben ook niet van plan. Nee. Want dat is me net even te ver. Dus dat, ik word wel eens uitgedaagd, maar dat doe ik niet. Maar ik vind het ook leuk om er te zijn. En dan zie je dat mensen ook naar je toe komen en zeggen, vorig jaar liep ik ook, weet u nog? Ja. Of samen op de foto even hand geven. En dat is ook erg leuk. Ja. Mensen uit de vorige gemeentes waar ik gewerkt heb, bekenden inmiddels, vrienden die wel lopen en dan even langskomen. Collega's heb ik gehoord. Collega's, jazeker. Ja. Ja. Prachtig. Ja. Ja. Maar zelf meelopen, daar ben ik te lui voor. Ja? Ja. en als laatste, wat zou u de lopers nog mee willen geven? Goed getraind te zijn. Ik denk dat heel belangrijk is. Ja, daar moeten ze natuurlijk al lang mee begonnen zijn. Goed getraind, een goed humeur. Ik denk vertrouwen in de mensen zelf. Ja. En er dan voor gaan. Ja, voor gaan. Ja. Dat is belangrijk. Ik heb vandaag twee gasten aan tafel. Teddy Vrijmoed
En Hannelien Oosting. Teddy, jij bent van de Vierdaagse Feesten, mm-hmm. de organisatie daarvan. En Hannelien, regionaal bureau voor toerisme. Klopt. En daar valt ook, zei je, VVV. Alle VVV-kantoren in de hele regio Arnhem-Nijmegen vallen ja, onder. Ja, vallen ja. onder. Ja, de Vierdaagse. Hij is er weer. Hoe gaat het met de Vierdaagse Feesten? Laat ik daar beginnen. Nou ja, we waren vorig jaar de grootste en ik denk dat we dat dit jaar ook wel weer gaan redden. Ja. Dus we hebben 21 artiesten, dat hadden we van tevoren uitgerekend. Dus ja. De helft is geweest, de andere helft moet nog komen. En de bezoekers, ja, we hebben heel weinig verschuivingen in de bezoekersaantallen. Ja. Als het echt 7 dagen mooi weer is, zie je natuurlijk dat het drukker wordt. Een paar flinke pleinsbuien, dan scheelt het eens een keer 100.000 bezoekers. Ja. Maar verder is het toch wel druk. Ja. Ja. En met grootste bedoel je het grootste feest in Nederland? Ja. Ja. De grootste feest in Nederland en als je dan gratis toegankelijk en meerdaags erbij stopt, ook van Europa. Ook nog? Ja. Zo. Nou ja, dat is een prachtig evenement ook natuurlijk. En wat kunnen we allemaal nog verwachten qua artiesten? Want dat zei je net. Ja. En evenementen. Ja, ik weet het niet eens uit mijn hoofd. Er zijn er zo ontzettend veel, maar ik weet wel je dat... Ja, je mag spieken hoor. Dat is geen probleem. Ik weet het allemaal niet. Nee, maar Tim Knol die komt mm-hmm. nog, die treedt nog op. Memphis Maniacs die komen nog. Frank Boeien in de kerk. Is de Nijmegen. Uitverkocht was... Ja. Bijna 3 weken van tevoren al uitverkocht. Zo. En morgen is het natuurlijk ook weer feest. Of overmorgen op de vrijdag is het gewoon weer feest op de Waalkade. En de afsluitende avond. Ja. Dus, en verder vooral naar de website kijken wat er is. Ja. Ja, want daar kun je het hele programma zien. En wat was de website zo kun je? Vierdaagsefeesten.nl, okay. Daar staat alles op. Daar staat alles op, ja. En kunnen mensen kijken. Nou ja, weet je, we hebben dit jaar ook een app gemaakt. En die kan je dus, mensen met een iPhone, ja. Die kunnen hem ook downloaden. Dus dan kan je op je mobieltje in de stad kijken waar je... Ja, ja. En als je nog mazzel hebt, dan gaat je mobiel ook nog zeggen hoe je moet lopen. Ja, die heeft de gemeente gemaakt. Dat okay. klopt, ja. De layer. Dus dan kan je ook de voorzieningen zien. Dus we gaan helemaal met de tijd mee. Oh, prachtig. Ja. Nou ja, helemaal mooi. En jullie zijn ook druk geweest. Een drukke periode ook van tevoren natuurlijk. Ja. We beginnen meestal in februari, als de inschrijvingen beginnen bij de organisatie om mee te lopen, begint bij ons eigenlijk de organisatie voor accommodatie. We leggen zo'n 2500 mensen in bed, zo zeggen we dat eigenlijk ook. Bij zo'n 900 niet gasten. Niet letterlijk, nee, we gaan ze niet toedekken, maar we zorgen wel. Nee, maar we zorgen wel dat er een goede nachtrust voor hun is met een goed bed en een 's morgens ontbijt. En soms ook nog wel eens een 's avonds een warme maaltijd of een lunch tussendoor. Als mensen dat willen, kunnen ze op aanvraag doen. Okay. En dat doen we bij 900 gastgezinnen in Nijmegen. Of in de hele regio eigenlijk, Rijk van Nijmegen. Dus ook in Wiegen, in Groesbeek. Ja. Dat is heel erg leuk. Mensen vinden het gewoon leuk om die vierdaagse sfeer in huis te halen. Veel hotels en pensions zijn eigenlijk al jaren van tevoren volgeboekt. Want iedereen boekt dat voor het jaar erop eigenlijk weer meteen. Nou, en alle gastgezinnen, mensen in Nijmegen die het leuk vinden om mensen in huis te halen, die meldt zich bij ons aan met de VVV. Ja. En dan zorgen wij dat wij goede wandelaars bij hun en hebben. Altijd genoeg? Dus, altijd genoeg. Het is toch altijd wel met dankzij de regionale media, want het is echt vragen om gastgezinnen te hebben. Bij de inwoners in de regio begint eigenlijk de Vierdaagse pas het gevoel te komen als de vlaggen uithangen in de stad, als de zon gaat schijnen. Maar die wandelaar, die is al vanaf februari ieder weekend aan het trainen. En die wil op een gegeven moment wel weten, waar kan ik slapen? We doen dat voor Nederlandse gasten. Maar ook voor buitenlandse gasten. Ja. Duitsers, mensen uit Israël, mensen uit Nieuw-Zeeland, Australië. En gaat dat altijd goed? Want je komt in principe toch bij een vreemde familie binnen. De wandelaar komt bij een vreemde gezin binnen. Het gezin haalt een vreemde wandelaar in huis. Ja. Dus natuurlijk van beide kanten. De wandelaar kan een voorkeur opgeven wat voor gezin wil die, welke talen spreekt die, heeft een vervoermiddel bij zich. En het gastgezin kan aangeven wat voor mensen ze willen. Dus ook daar zit altijd de mogelijkheid bij of mensen dieetwensen hebben. Of ze daar ook een gastgezin kan aangeven of ze daarvoor willen koken. Ja. Gastgezin geeft aan of ze huisdieren hebben. Nou,
al die wensen van beide partijen, die leggen we naast elkaar. En daar komt een match uit tussen de wandelaar en het gastgezin. En dat matchen, gaat dat dan, dat zoeken jullie allemaal? Zoeken we handmatig uit om dat goed aan elkaar te koppelen, als het ware. Ja. Wow. Het is een flinke klus, dus daar zijn we ook altijd vanaf februari mee bezig. Ja. En tot en met de Vierdaagse eigenlijk. Ja, en nu zijn ze toch En nu zijn allemaal ze allemaal onderdak gebracht. Ja, en dat is gewoon heel erg leuk. Dus je kunt zeggen van, het is weer gelukt. Maar dankzij de gastvrije inzet van de inwoners uit de regio. Ja. Want het is voor de gastgezin natuurlijk heel vroeg op, hè. Mensen die 50 kilometer lopen, die 's morgens vroeg van start gaan. Dus gezin, ze moeten wel een ontbijt verzorgen. Ja, dus ze moeten vroeg het bed uit. Je kunt niet zeggen van, nou, daar staat spullen en dat is de koelkast en succes. Dat gebeurt natuurlijk ook wel eens, hè, okay. Dat hij dat gastgezin het 's morgens klaarzet als een wandelaar om 3 uur uit zijn bed komt. Maar het is altijd wel leuk om in ieder geval als gastvrouw eigenlijk dat ontbijtje even neer te zetten en samen te eten. En jij benoemde het al, wat is dat vierdaagse gevoel? Wat is dat? Want dat gaat ook door de zomerfeesten heen. Dat ja, absoluut. Ja, wat is dat voor jou? Lastig. Ik heb wel eens, en dan loop ik in alle drukte, dan loop je door die stad te rennen, een vergadering en een ondernemer die iets wil weten. En dan sta ik wel eens stil en denk, wat gebeurt er nou? Hè? Want al die mensen in de stad en dan eigenlijk zie je alleen maar mensen die rondlopen met een soort gevoel van trots. He, wie het ook organiseert maakt niet zoveel uit. Het is hun eigen feest. Mm-hmm. He, de mensen, 94% van de mensen voelt zich ook veilig in de stad in deze week. Dus natuurlijk ook geweldig zo'n cijfer. Ja. En voor jou, het vierdaagse gevoel wat je zelf net ook noemde, waar zit hem dat in? Het is heel erg leuk om in deze periode eigenlijk de gasten in de stad te mogen ontvangen. Dat zijn de wandelaars, dat zijn de feestgangers, maar dat zijn ook de bezoekers die de wandelaars komen inhalen. He, dus met name op de vrijdag, aanstaande vrijdag met de intocht, komen heel veel mensen gewoon aan de Annestraat, de Singel. En daar gaan ze eigenlijk al die wandelaars gewoon injuichen. En dat kan op de tribunes. Dus wij verkopen bij de VVV ook de kaartjes voor de tribunes in de binnenstad. Mensen komen souvenirs kopen. Dat kan bij het uitbureau. Maar dat is ook op Kamp Heumezoord. Dat is ook op de wedren voor de wandelaars. Dus het is een hele gezellige periode voor ons om te werken. En hoe is dat met de artiesten die hier komen? Hoe ervaren zij, niet alleen deze vierdaags, maar je hebt dat vaker meegemaakt. Er zullen ook artiesten zijn die het misschien wel gehoord hebben, maar die komen hier. En wat maken zij? Ik mag met enige trots wel zeggen dat wij zelfs telefoontjes krijgen van artiesten die zeggen van, is er nog een plekje vrij en mogen wij optreden? Ook van echt van de leuke namen. Mm-hmm. En een van de redenen is ook dat het gratis toegankelijk is. Ja. Dat het is open, je kan erheen. Dus voor een artiest is het heel leuk, want die kan ook eens een keer aan wat andere mensen laten zien wat hij doet. Ja. En het is niet zo dat mensen gelijk een kaartje moeten komen en dan heb je je eigen publiek. Mm-hmm. Je hebt nu juist ook publiek wat normaal jou misschien niet hoort. En nu wel, en dat is interessant. Ja, en dat is de ene kant. En de andere kant, dan kom je toch ook weer op het feestelijke. Dat is het gewoon, het is zo gezellig. De mensen zingen mee. En we hebben ook wel eens hele stille waalkades gehad. Op een gegeven moment toen Frank Boeien optrad vorig jaar. Dan is het gewoon helemaal stil, staat iedereen te luisteren. Ja, dat is prachtig, kippenvel. Ja. Als laatste. Wat willen jullie nog de mensen meegeven, of het nou wandelaars zijn of mensen die daar van het feest genieten? Wat wil je ze vanaf nu nog meegeven? Een hele goede tocht op de Via Gladiola aanstaande vrijdag. Ja. En met heel veel bezoekers die gelukzalig en genietend terug weer naar huis keren. Ja. En terugkijken op een hele mooie Vierdaagse week in deze oudste stad van Nederland. Oudste stad van Nederland, absoluut. Mooi gezegd. Ja, ik zou ook zeggen van bedankt voor het lopen en bedankt dat wij daar omheen het feest mochten organiseren. Ja. En tot volgend jaar. Tot volgend jaar weer, want we willen ze graag weer zien dan. Mm-hmm. Bedankt voor het gesprek. Graag gedaan. En bedankt voor het kijken. Ik ga ook even nog vertellen wat we morgen, wie we morgen hebben. We hebben morgen burgemeester Prik, burgemeester van Groesbeek. Het is een leuke dag altijd, Groesbeek. En aan tafel, ja, dat wordt een feestje die we aan tafel hebben. Want we hebben Ronnie Tober samen met Benny Solo en niet te vergeten Nijmegens Arnie. Dus dan wordt het een feestje morgen aan tafel. Bedankt voor het kijken.